Hij wordt verdacht van mishandeling. Badr Hari, maar de politie maakt in het onderzoek naar hem cruciale fouten. Reporter onderzoekt waar beleid faalt en de macht ontspoort. Goedenavond. Over 2 weken staat hij voor de rechter, Badr Hari, de kickbokser. Hoofdverdachte in een mishandelingszaak waarbij het slachtoffer, de zakenman Koen Everink, zwaar gewond raakte. Het leek een eenvoudige zaak. Het hele onderzoek deugt niet. Waardeloos. Als kip zonder kop, die indruk krijg je gewoon als je het hele verslag leest. Wij kregen het politiedossier in handen en spraken met een reeks betrokkenen. Het blijkt dat tijdens het onderzoek de politie fout op fout stapelde. Als je dat eindresultaat ziet, ja, dan is het een soort grappelton. Je grabbelt er maar iets uit of er iets in zit wat je kunt gebruiken. Deskundigen vellen vanavond een hard oordeel over de kwaliteit van dat politiedossier. Volgens hen zijn bij het sporenonderzoek basale regels overtreden. Dit is echt ontstellend. Ik ken in Nederland eigenlijk ook zaken waarbij dit ooit zo op zo'n manier heeft plaatsgevonden. Dit is absoluut knullig. We nemen u vanavond mee naar die avond van de mishandeling en de plek waar het zich allemaal afspeelde. Sensation White, een dansfeest in de Amsterdam Arena. En ook daar blijken de zaken niet op orde. Strikt genomen, volgens de wet, strikt genomen, zou dat daar het gebruik niet toegestaan zijn van het gebouw. Brandpunt Reporter reconstrueert de zaak tegen Badr Hari. Kijkt u naar Skybox 233. Dirk Baaiens en Elisa Bergman zijn de reporters. Hier op de Amsterdamse Zuidas woont de bekendste kickbokser van Nederland, Badr Hari. Hij heeft het schijnbaar riant, maar zijn carrière zit in een dip. Badr wilde professioneel bokser in Amerika worden, maar na enkele weken is hij weer thuis. Zijn privéleven is turbulent. Badr's vriendin Daphne is net bevallen van hun kind als hij een affaire begint met Estelle Cruijff. Overdag traint hij, 's nachts stort hij zich in het uitgaansleven. En keer op keer raakt hij betrokken bij geweldsincidenten in cafés en discotheken. Als het met de rem eraf gaat, dan wordt het gewoon één blok explosie en chaos en ruis. En dan hoor ik en zie ik het ook allemaal niet meer. Een storm. Ja. Ja. Windkracht 10. Hij vertelt zelf in een uitzending van KRO Profiel hoe hij leeft van wedstrijd naar wedstrijd. En buiten de ring van incident naar incident. Het leven van Badr wordt ook beschreven in de nieuwe roman van Abdelkader Ben Ali. Wat heb je gedaan? Maar hij hoorde het al niet meer. Hij draaide met zijn polsen. De massieve handen werden op een plaats teruggeschroefd. Men kende de geruchten die over hem gingen. De opstootjes bij discotheken. Woede die weinig nodig had om geboren te worden. Ingezet in de ring werd de woede een dodelijk wapen. Buiten de ring, onder de juiste omstandigheden, kreeg de woede de verstikkende kracht van napalm. Dit zijn beelden van een bewakingscamera in de Amsterdamse discotheek Jimmy Woo. Het is 12 mei 2012. Badr Hari loopt net voor sluitingstijd door de club. We zien hoe een man een harde trap in de rug van een bezoeker geeft, midden in de volle disco. Maar de dader is op deze beelden niet herkenbaar. De politie heeft wel een sterk vermoeden, maar staat met lege handen, omdat het slachtoffer en de discotheek weigeren om aangifte te doen. Harry Timmerman en Dick Gozeweer werkten jarenlang bij het zogenoemde Cold Case Team. Dit zijn lastige onderzoeken voor de politie, weten ze uit ervaring. Bij dit soort mishandelingen ben je erg afhankelijk van getuigen. Dat zijn de enige mensen eigenlijk die kunnen zien wat daar gebeurd is. Tenzij er toevallig camera's in de buurt zijn. Maar dan ben je afhankelijk van getuigen. En als getuigen dus niks willen zeggen, dan wordt het heel moeilijk te bewijzen. En die vechtpartijen die hebben allemaal plaatsgevonden in horecagelegenheden. En niet iedereen drinkt daar alleen maar koffie en thee. Dus de kwaliteit van de getuigen is sowieso over het algemeen nog niet te geweldig. Badr Hari luncht in Buitenveldert met zijn manager Yves Geiraat en transportondernemer Peter Steenbakkers. Steenbakkers houdt van kickboksen en hij zegt tijdens lunch toe om geld te steken in de carrière van Badr.
Alle reden voor een feestje. Steenbakkers heeft een skybox gehuurd in de Amsterdam Arena. En hij vraagt Badder om 's avonds mee te gaan naar het dance-event Sensation White. 14.000, 15.000 euro. Voorafgaand aan het housefeest wordt een veiling gehouden ten bate van de aidsbestrijding. Er wordt een auto voor het goede doel beschikbaar gesteld door reisondernemer Koen Everink. En dit is Koen. En Koen is eigenlijk de held van de avond. Je hebt de veiling gered. De huidige tijden, je hoort. Dat is men zuinig op hun portemonneetje. 's Avonds zullen tienduizenden bezoekers naar de Amsterdam Arena komen. Sensation White is uitverkocht. Het dance-event vereist een grote logistieke operatie. Maar de inbreng van de politie is aan de krappe kant. Zo lezen we in het ruim 2800 pagina's tellende onderzoek naar Badr Hari. De politie moet én drugshandel opsporen en de beveiliging in het stadion in de gaten houden. Is dat te doen? 37.000 mensen, nee, dat is niet te doen natuurlijk. Je kunt nog niet eens van de ene kant naar de andere kant lopen door het grote aantal mensen. Dus daar kun je nooit enig overzicht op houden. Welkom. DJ Mr. White opent het programma. De stemming is uitzinnig. Het belooft een mooie nacht te worden. In het politiedossier zitten beelden van bewakingscamera's in de arena. We zien Badr Hari en Estelle Cruijff om 11 uur het stadion binnenkomen. Ze gaan naar de skybox van transportondernemer Peter Steenbakkers. Die heeft nog meer gasten uitgenodigd, onder wie Ferhat Ey, een horecaondernemer die betrokken was bij geweldsincidenten in Eindhoven, en Saskia Martens, een Belgische eigenaresse van een schoonheidssalon. Badder loopt de skybox in en uit. Een televisieploeg van SBS6 interviewt de kickbokser op de gang. Het lijkt alsof ik een beetje in het Mekka ben brand. Dus alleen iedereen heeft mooie kleren aan in plaats van een lang gewaad. Maar ja, het is lekker gezellig. Waar is Estelle? Die zit in de box. Ja, daar ga ik zo naartoe. In het stadion zijn zo'n 150 beveiligers van een particulier beveiligingsbedrijf, Maximus Security. Ze maken op de gang een praatje met de gasten van Steenbakkers, zo is te zien op de camerabeelden. Ferhat Ey schudt een beveiliger de hand. Die geeft hem een schouderklopje terug. Als de Belgische Saskia Martens een rondje door de arena wandelt, komt ze reisondernemer Koen Everink tegen. De twee kennen elkaar van de quote challenge autorace. Martens neemt Everink mee naar de skybox. Daar zijn op dat moment zo'n 14 gasten aanwezig. Zo zal de politie later vaststellen aan de hand van camerabeelden. Een barmeisje in de skybox ziet dat Everink Saskia Martens binnen een kus geeft. Ze verklaart aan de politie dat Badr Hari daarna tegen haar zegt: schatje, we hebben alles onder controle. We kunnen het wel 5 minuten alleen. Badr slaat een arm om de schouder en leidt het barmeisje naar buiten. De deur van de skybox wordt gesloten. Daar ga je weer. Zonder acht te slaan op iemand doe je gewoon wat je uitkomt. Je hele leven dein je heen en weer tussen je gemankeerde rechtvaardigheidsgevoel en je drang naar zelfverwezenlijking. Wat heeft het van je gemaakt? Een egoïst met een vriendelijk maskertje op. Door wie is uw cliënt geslagen toen hij de wc uitkwam? Koen is daar zelf heel duidelijk over geweest, van meet af aan in zijn verklaringen. In ieder geval door de twee verdachten die in oktober terecht staan. Dat is voor hem 100% duidelijk? Dat is voor hem 100% duidelijk, ja. Ja. Weet u uw cliënt zich de mishandeling goed te herinneren? Koen weet zich goed te herinneren wat hij heeft gezien. Hij heeft vanwege het zeer forse geweld dat tegen hem gebruikt is niet elk detail meegekregen. En hij is ook van meet af aan heel helder geweest in wat hij wel nog weet en heeft meegekregen en zelf heeft gezien en wat hij niet zelf heeft gezien. Volgens getuigen is hij enige tijd buiten bewustzijn geweest. Nou, de hele vechtpartij heeft maximaal 18 seconden geduurd. Hoe lang is hij buiten bewustzijn geweest? 1 seconde, 4 seconden, 6 seconden? Dat weten we niet.
We weten wel, in de tijd dat je bewusteloos bent, doe je geen waarnemingen. Maar de vraag is, als je dan weer bijkomt, hoe reëel zijn dan je waarnemingen? Badr Hari zegt later tegen de recherche dat Everink een nare opmerking maakte naar zijn vriendin Estelle. Niemand anders verklaart iets dergelijks te hebben gehoord. Maar Badr zegt dat hij kookte van woede en deelt naar eigen zeggen een vaderlijke correctie uit met een vlakke hand. Ferhat I zou volgens Badr zijn doorgegaan met slaan. Ferhat I stelt in zijn verhoren tegenovergestelde. Niet hij, maar Badr zou Everink hebben afgetuigd. Ferhat zegt het slachtoffer juist te hebben beschermd tegen de kickbokser. Andere bezoekers van de skybox zeggen niets te hebben gezien van de mishandeling. De getuigen zijn in feite allemaal onbetrouwbaar. Blijkt ook uit de verklaringen, maar ook punt 1 al, omdat ze allemaal gedronken hebben. En of doop gebruikt hebben. Drugs. Drugs, ja. Ecstasy, cocaïne. Dus dat maakt sowieso al dat je... Moeilijk in ligt om het verhaal precies te vertellen wat gebeurt. Dat zie je dus ook. Er is eigenlijk niemand die precies vertelt wat daar gebeurd is. Beeld van de mishandeling zelf is er niet. Er hangen alleen camera's op de gangen van de arena. En daarop zien we hoe Koen Everink uit de skybox valt. Hij is in shock. Everink is op zijn gezicht geslagen en heeft een harde trap tegen zijn onderbeen gekregen. Hij zegt direct tegen omstanders dat Badr Hari de dader is. Beveiligers van Maximus Security komen van alle kanten door het stadion naar de skybox. Ze lopen één voor één naar binnen. Daar zien ze Badr Hari met een bebloede theedoek in zijn hand staan. Hoe moet je nou als simpele beveiliger, hoe moet je dan optreden zonder enige ruggesteun? Moet je dan met dat soort jongens gaan vechten? Het klinkt te laden van de lopende beveiligers, maar die zijn niet geëquipeerd op wat er binnen staat. Dat is ongeveer hetzelfde als dat er een tank de stad in komt rijden en ze sturen er twee politieagenten op af met een pistool. De commandant van Maximus Security probeert de skybox af te sluiten door een van zijn medewerkers voor de deur te zetten. Maar de bezoekers kunnen de ruimte gewoon via de tribune aan de achterkant verlaten. Op het moment dat mensen het gebouw hebben verlaten, welk gebouw dan ook, dan ben je de grip kwijt. Dan weet je niet meer wat er gebeurt. Mensen kunnen met elkaar bellen, ze kunnen elkaar treffen. Er kan van alles gebeuren. Je bent de grip kwijt. Dus de kans dat je dan nog de waarheid boven tafel houdt, wordt letterlijk met een minuut kleiner. Ook Badr vertrekt uit de skybox. Op deze camerabeelden is te zien dat hij door de gangen van de arena loopt, samen met medeverdachte Ferhat I. Tijdens de wandeling brengt hij zijn rechterhand, waarmee hij geslagen zou hebben, enkele keren naar zijn mond. De twee weten zonder enige moeite de Amsterdam Arena te verlaten. Dat is een grote misser in het politieonderzoek, volgens forensisch wetenschapper Richard Eikelenboom. Als je natuurlijk de potentiële verdachte gewoon het stadion laat uitlopen, dan verlies je enorme hoeveelheid bewijs. De kleding van de verdachte, bloed van potentieel slachtoffer op de kleding van de verdachte, verwonding van de verdachte zelf die ze kunnen hebben opgelopen. Dus dat is een niet herstellen fout. Tijdens de politieverhoren wordt door diverse getuigen gemeld dat Badr Hari het stadion verlaat met behulp van de beveiliging. En Badr zelf verklaart daarover. Twee jongens in de beveiliging zeiden tegen me: Badr, ga maar gewoon via het balkon weg of via het afstapje. Ja, en dat is natuurlijk tegenstrijdig met wat je als beveiliger behoort te doen. Als je dan daarbij meeneemt dat Koen eigenlijk direct daar heeft gezegd wie er verantwoordelijk was voor wat hem daar is aangedaan. Dat later is vastgesteld dat op het shirt van de verdachte ook bloed zat. Dan is het onbegrijpelijk dat er een beveiliger zou hebben meegeholpen met de verdachte om daar te ontkomen. Kijk eens hoe ver je ermee gekomen bent. Je woede bleek een monster te zijn. En de laatste mensen die je onbevooroordeeld zullen zien, ga je ook nog eens in de steek laten. Na de mishandeling van Koen Everink ontstaat er chaos in de arena. Badr Hari kan zonder enige moeite het stadion verlaten, mogelijk zelfs met behulp van de beveiliging. En we ontdekken nog meer gebreken in de organisatie.
De operationele leiding van de politie zit die avond in bureau Vlierbosdreef, zo'n 1500 meter verwijderd van de arena. De politie-inspecteurs in het stadion komen pas na 17 minuten aan bij de skybox. Ze krijgen via hun portofoon geen contact met het politiebureau. De telefoonlijnen zijn ook overbezet. Als de agenten eindelijk wel contact krijgen, wordt hen verteld dat Badr Hari al 5 minuten eerder de arena heeft verlaten. Waarschijnlijk zullen die paar politieagenten ook gedacht. En de beveiliging heeft gedacht, nou is rustig. Dus er zijn twee aspecten. Dat is een strafrechtsaspect en een openbare orde. En openbare orde, dat is gelukt. Er is geen grote rel voor gekomen. Maar strafrechtelijk gezien is het een groot fiasco. De politieagenten gaan de skybox in. Ze zien bloedspetters, glasscherven en een bebloede theedoek liggen. Er zijn nog maar 4 bezoekers. De andere gasten zijn vertrokken. Tenminste 5 beveiligers van Maximus Security hebben dan al in de skybox rondgelopen. Dat maken we op uit het politiedossier. Ze lopen natuurlijk, als ze bij het slachtoffer heen lopen, ze dwars door sporen heen. Biologische sporen, vingerafdrukken, DNA-sporen. Ja, ze maken er sporen bij, dus er komen meer DNA-sporen bij, waardoor het onderzoek alleen maar meer gecompliceerd wordt. Had nooit mogen gebeuren? Nee, niet uit oogpunt van het onderzoek. De politie moet de skybox zo snel mogelijk vergrendelen en sporen van het misdrijf veiligstellen. Maar dat gebeurt niet. Daar zijn al tientallen jaren op protocollen voor en die worden iedere keer weer verbeterd. Dat zijn de forensische technische normen waaronder die eigenlijk door heel Nederland worden gebruikt door politie en justitie. Dus het is ook de vraag waarom dat hier niet gewoon is toegepast. Dan was er veel meer bewijs aanwezig geweest op dit moment. Een manager van de Amsterdam Arena loopt ook de skybox in en ziet de theedoek liggen. Opgefrommeld met bloedvlekken, zegt hij in zijn verhoor. Maar er gebeurt verder niets mee. De directeur van de Amsterdam Arena overlegt intussen met zijn personeel over een mediastrategie. Zo lezen we in het politiedossier. Geen slechte publiciteit dus. Dat willen we niet. Dit soort mensen zijn niet bezig, maar denken niet in termen van, oh, er is iets ernstigs gebeurd en daar moeten we zo volledig mogelijk aan meewerken. Om dat probleem, of het duidelijk krijgen wat daar precies gebeurd is. Maar zij denken alleen maar van, hoe krijgen wij hier zo weinig mogelijk schade van? Later blijkt uit de verhoren van de recherche dat de organisatie van de Amsterdam Arena verre van optimaal is tijdens Sensation White. De eventmanager van het stadion wordt door de recherche gehoord. Zij verklaart: er was wel beveiliging van de arena die avond, maar die hadden heel andere taken die nacht. Door een verbouwing hadden zij voornamelijk brandpreventieve taken. Het liep wat anders. Nee, eigenlijk wist men van tevoren al dat het anders zou gaan lopen. Men heeft gewoon bewust de keuze gemaakt om toch het evenement gewoon te organiseren. Ondanks dat men wist dat de situatie anders was. En de vraag is of die situatie ook wel voldeed aan de eisen die in vergunningen worden gesteld. We vragen bij de gemeente Amsterdam de vergunning op van het stadion. En we stuiten op een lange correspondentie tussen de arena en de gemeentelijke diensten over die vergunningverlening. De brandweer schrijft in 2009 aan de directie over het stadion: de voorschriften uit de regelgeving zijn ontoereikend om voor het stadion Amsterdam Arena een brandveilig gebruik mogelijk te maken. En er blijkt meer aan de hand. Mei 2011 wordt de arena verbouwd. De tribunes en de hoofdingang wijzigen ingrijpend. Voor die verbouwing wordt een vergunning afgegeven. Maar de Amsterdam Arena bouwt niet volgens de tekeningen. Zo constateert de gemeentelijke omgevingsdienst. We leggen de documentatie voor aan hoogleraar omgevingsrecht Frans Tonnaar. De arena overtreedt het zogenoemde bouwbesluit, stelt hij vast. En dan gaat het om zaken als een goede plattegrond, een goede situatieschets, aangeven waar de brandblussers hangen, waar de haspels zijn, dus detailpunten, maar ook zaken als vluchtwegen aangeven, routes, maar dat soort zaken meer. Dat zijn de eisen die in het bouwbesluit zijn opgenomen ten aanzien van het brandveilig gebruik. Ja, waarom voldoet de Amsterdam Arena niet aan dit artikel? Kennelijk is er te weinig informatie gegeven over wat er daadwerkelijk gebeurd is. Niet alleen kennelijk, maar we hebben ook gezien dat op een gegeven moment de omgevingsdienst constateert dat er anders gebouwd is dan volgens de bouwvergunning had moeten gebeuren.
overtreed je dan de wet? Ja, natuurlijk. Ja, wat voor gevolgen, wat voor gevolgen zou dat moeten hebben dan? Strikt genomen, volgens de wet, strikt genomen, zou dat daar het gebruik niet toegestaan zijn van dat gebouw. Maar de Amsterdam Arena blijft intussen gewoon open. De gemeente Amsterdam laat ons schriftelijk weten dat het om een formaliteit gaat. Het stadion wordt steeds geïnspecteerd en is niet onveilig, aldus de gemeente. De Amsterdam Arena wil niet voor onze camera reageren, wel stuurt de directie een brief. Daarin schrijft de directeur: er is geen enkele grond om te suggereren dat de Amsterdam Arena zich niet houdt aan de vigerende wet en regelgeving. De directie zegt een bedrijfsnoodplan te hebben dat deel uitmaakt van de zogenoemde gebruiksmelding uit 2009. Maar professor Tonnaar stelt dat de arena zich niet op die verouderde gebruiksmelding kan beroepen. Die melding van toen kun je niet gebruiken voor wat nu wat er veranderd is. En dat is ook wat er nu gebeurd is. Er is een nieuwe melding gevraagd en die is niet geaccepteerd. Omdat... Er is eigenlijk gewoon sprake van een nieuw gebruik van het gebouw. Ja, ja, ja. Dat is dus eigenlijk gewoon... En daarmee ontstaat ook een nieuwe situatie. Ja, precies. Ja. De directeur van de arena schrijft dat niet de indruk mag worden gewekt dat iets niet in orde is met het stadion. Hij dreigt met juridische stappen als wij dat wel doen. Terug naar de nacht van de mishandeling. Slachtoffer Koen Everink wordt per ambulance afgevoerd naar het AMC. De Belgische Saskia Martens rijdt mee. Dan gaat haar telefoon. Het is Peter Steenbakkers, de huurder van de Skybox en toekomstig geldschieter van Badr Hari. Steenbakkers zegt tegen haar: het is beter dat je niets hebt gezien of van niets weet. Zo verklaart ze tegenover de recherche. En daar blijkt natuurlijk heel duidelijk uit dat getracht is om een belangrijke getuige de mond te snoeren. En dat vond en vindt Koen zeer ernstig. Omdat voor Koen altijd voorop heeft gestaan dat de waarheid zo goed mogelijk aan het licht moet worden gebracht. En als dan getuigen op zo'n manier worden benaderd, dan bevordert dat niet. En overigens was deze getuige dapper genoeg om zich daar niks van aan te trekken en gewoon te verklaren wat zij gezien had. Maar hij had dat nooit van deze man verwacht, dat hij daartoe in staat zou zijn. De recherche controleert de telefoongegevens van Saskia Martens en ziet dat Steenbakkers haar inderdaad heeft gebeld na de mishandeling. Maar de rechercheurs stellen hem daar geen vragen meer over. Kennelijk was er niemand die las en bijhield wat er nou verklaard werd en of dat dan met elkaar klopte. Maar dit lijkt een heel duidelijk punt te zijn. Ja, nee, maar dat is ook heel duidelijk. Niemand heeft kennelijk, in ieder geval de verhoorder heeft daar kennelijk niks achter gezocht. En de kennelijk degene die de dossiers moet bekijken kennelijk ook niet. Steenbakkers verklaart tegenover de recherche dat hij de mishandeling niet heeft gezien. Hij stond naar eigen zeggen op het veld en was dronken die avond. Maar meerdere getuigen, onder wie Koen Everink, hebben Steenbakkers wel degelijk in de skybox gezien tijdens de mishandeling. Er zitten meer van zulke tegenstrijdigheden in het politiedossier, zo constateren Harry Timmerman en Dick Gozer weer. Logisch is dat je teruggaat naar die getuigen en zegt, ja, maar wat jij verteld hebt, kan niet. Er zijn zelfs getuigen die dingen vertellen en dan blijkt het beelden dat het niet klopt. En dan gaat men niet terug naar die getuigen en ho, wacht eventjes. Dat klopt niet wat jij vertelt, want we hebben de beelden van. Ja. Men heeft hier gewoon, ja, het onderzoek maakt de indruk dat men niet precies wist wat men moest doen. En dat men gedaan hebben, doe maar heel veel. Nou, dat hebben ze gedaan. 2800 pagina's, verschrikkelijk veel. Goud geld gekost. Maar als je dat eindresultaat ziet, ja, dan is het een soort grappelton. Je grabbelt er maar iets uit of er iets in zit wat je kunt gebruiken. Koen Everink wordt in het AMC uitgebreid onderzocht. Hij heeft meerdere kneuzingen in zijn gezicht en een grote wond boven zijn enkel. Verdachte Badr Hari slaapt die nacht niet thuis, maar bij Estelle Cruijff. In de dagen na de mishandeling komt niemand op het idee om ook hem aan een medisch onderzoek te onderwerpen. Een gemiste kans, zegt forensisch deskundige Selma Eikelenboom. Omdat die niet zijn vastgelegd bij de verdachte, wordt het heel moeilijk om een uitspraak te doen over het soort verwonding. Terwijl het wel over het soort geweld, het soort klap. Terwijl dat met een goed onderzoek, goede fotografieën, met eventueel bemonsteringen voor DNA, dan was het goed mogelijk geweest om er wel een uitspraak over te doen. Hoe essentieel is dus daarmee het missen van dat gedeelte van het onderzoek? Dat is cruciaal. En dat verbaast mij ook dat er
niet vanuit de zijde van het NIVI, niet vanuit de zijde van de klinici wordt geopperd, of vanuit de zijde van de politie, van laten we die verwondingen bij de verdachte vastleggen. Ja, want dan was je een stuk verder geweest. Ja, dan had je waarschijnlijk gefundeerde uitspraken kunnen doen over het soort klappen wat is uitgedeeld. De politie verlaat enkele uren na de mishandeling de skybox weer. Er wordt een beveiliger voor de deur gezet en dan gebeurt er iets opmerkelijks, zo lezen we in het dossier. De Amsterdam Arena wordt 's nachts gebeld door het cateringbedrijf Maison van de Boer, dat de hapjes en drankjes verzorgde tijdens Sensation White. Het bedrijf wil de skybox opruimen. Een manager van de arena overlegt daarover met de directeur en met de politiecommandant van die avond. Die geeft zijn toestemming. De plaatsdelict, de zogenoemde PD, kan worden betreden zonder politiebegeleiding. Nou, dit is eigenlijk volkomen absurd gezien wat ik al eerder zei. Bevriezen PD. Er is nog geen onderzoek plaatsgevonden en de PD wordt al schoongemaakt met toestemming van politie. Ik vind het lachwekkend bijna, zie ik. Ja, dit kom je eigenlijk alleen in... waar kom je het nog tegen? Zelfs in derde wereldlanden kom je het niet eens tegen, geloof ik. Dus ja... Dit is echt ontstellend, dat je een plaatsdelict laat schoonmaken waar geen onderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij zo'n zwaar misdrijf heeft plaatsgevonden. Ik ken in Nederland eigenlijk ook zaken waarbij dit ooit zo op zo'n manier heeft plaatsgevonden. Dit is absoluut knullig. We vinden nog iets opmerkelijks in de verhoren. Een personeelslid van de arena verklaart dat Peter Steenbakkers, de financier van Badr Hari, zelf had gebeld met cateringbedrijf Maison van de Boer. Er was een verzoek binnengekomen bij Maison van den Boer van Peter Steenbakkers om de box af te sluiten. Zegt het arena-personeelslid in zijn verhoor. De recherche zoekt dat niet verder uit. Peter? Meneer Steenbakkers. We nemen daarom zelf contact op met Peter Steenbakkers. Ik was er niet eens bij, dus waarom zou ik de kind gaan moeten bellen? Dat wordt gezegd door Amsterdam Arena-personeel. Namelijk dat u contact heeft gehad met de cateraar Maison van de Boer. En dat die vervolgens in uw opdracht ook naar de skybox zijn gegaan. Ik heb geen zin om hier aan mee te werken. Dus ik heb ook al gezegd dat ik er alleen maar ellende van heb gehad en nadeel. En ik kan er niks aan doen als twee mensen elkaar ontmoeten in een box en die krijgen ruzie en die gaan daar vechten. Daar kan ik niks aan doen. Dus ik wil er gewoon net verder helemaal buiten gelaten worden. Ik zou zeggen, gaat u iemand anders bellen, want ik heb hier geen zin om haar aan mee. Ik heb, meneer Steenbakkers, eigenlijk nog een vraag. Namelijk over het telefoontje wat u heeft. Meneer Steenbakkers. Er kwamen mensen op hem af met verzoeken, met aanbiedingen, met handen die geschud moesten worden. Achteraf herinnerde hij zich die gezichten nooit meer. Hij noemde ze de onzichtbare omdat ze inwisselbaar waren, omdat ze geen sporen achterlieten. Ze moesten niks van je. Ze wilden alleen weten of jij iets voor ze kon betekenen. De politie zoekt belangrijke aanwijzingen in getuigenissen niet verder uit. Tijdens het dansfeest maakt de beveiliging fouten en ook in het vervolgonderzoek van de politie gaan dingen mis. De skybox wordt vrijgegeven en opgeruimd. En de volgende dag worden nog meer fouten gemaakt. Twee wijkagenten gaan naar de Amsterdam Arena. Ze hebben de opdracht om de beelden op te halen van de bewakingscamera's in het stadion. Het is 15 uur na de mishandeling en het sporenonderzoek is nog altijd niet begonnen. En dat terwijl vanaf 's morgens vroeg op de website Crimesite een ooggetuigenverslag staat. Dat verslag is van een beveiliger die Badr Hari in de skybox zag staan met een theedoek in zijn hand. De agenten worden in het stadion ontvangen door een medewerkster van de Amsterdam Arena. Die verklaart later tegenover de recherche. De politiemensen hadden in mijn ogen niet echt interesse in de skybox. Ik had het hele verhaal die dag al op Crimesite gelezen. Dus ik heb tegen de politie gezegd dat ze in ieder geval die theedoek mee moesten nemen. Het is toch een soort om over te praten dat... Tot die tijd dat er geen enkel onderzoek in die cabine heeft plaatsgevonden, in die box. En pas als een particulier zegt van op een gegeven moment, ja, dit kan niet. En hier ligt een handdoek, die moet ik jullie in beslag nemen. Want ik heb in de media gelezen dat een van de verdachten dat ding op zijn handen had. Ja, denk ik bij mezelf, dat,
Dat kan bijna niet waar zijn. De agenten lopen naar de skybox. Die is opgeruimd, maar de theedoek ligt er nog. De medewerkster van het stadion pakt een witte vuilniszak, stopt de theedoek erin en overhandigt dat bewijsstuk aan de agenten. We leggen de gebeurtenissen voor aan forensisch expert Richard Eikelenboom. Daar zijn regels voor en je hebt grote kans dat de rechters nu zeggen van ja, jullie hebben alle regels die er maar zijn op dat vlak eigenlijk geschonden. Het opslaan van DNA en plastic is al niet verstandig, dat is absoluut niet de bedoeling. Dus ook als de theedoek bijvoorbeeld nog vochtig is en dan wordt in plastic verpakt, dan vergaat het DNA heel snel. Dan raak je dus een groot aantal DNA-sporen kwijt, waaronder bijvoorbeeld de huidcellen, die vergaan vrij snel. Het is een hele grote gemiste kans, ook omdat je een serieus risico loopt dat de rechter zo meteen gaat zeggen van nou, deze theedoek is niet, kan niet, de resultaten die van de theedoek zijn verkregen kunnen niet worden gebruikt tijdens het onderzoek. Het is bijzonder en het heeft er denk ik mee te maken dat de agenten die in die box waren ook niet de forensische rechercheurs waren, maar eigenlijk twee agenten die naar mijn idee min of meer toevallig in die box kwamen. Ja, aspirant agenten, eentje daarvan, en een gewone agent. Niet geïnstrueerd, terwijl het toch al 15 uur na de mishandeling is. Pijnlijk. Ja, dat had zo niet moeten lopen, dat is duidelijk. De politie ontvangt daags na de mishandeling de witte kleding die Badr Hari zou hebben gedragen tijdens het feest. Estelle Cruijff geeft Badr's shirt en broek aan de politie. Er wordt geen bloed op aangetroffen. Nu zit je met het volgende probleem. Aantal dagen, weken later is natuurlijk de vraag of dit dezelfde kleding is. Als een verdachte ook de dader is, dan heeft hij natuurlijk niet zo'n incentive om de kleding die hij gedragen heeft tijdens de mishandeling, om die aan de politie te gaan geven. Dus in die zin ja, is het wel de vraag of dit wel die kleding was die ook op dat event is gedragen. Twijfelt eraan. Ja. De kleding van het slachtoffer, Koen Everink, kan niet meer worden geanalyseerd. Die is in het AMC vernietigd. Weer een potentieel bewijsstuk minder. De politie heeft nog getracht om de kleding te achterhalen en in beslag te nemen. Maar volgens berichten vanuit het ziekenhuis was de kleding toen vernietigd. Hoe schadelijk is dat voor de waarheidsvinding in deze zaak? Nou, het was natuurlijk beter geweest als die kleding ook veiliggesteld had kunnen worden, want er had daar ook sporenonderzoek op verricht kunnen worden. Bent u dit ooit tegengekomen? Heeft u ooit zoiets gehoord? Ja, nou, niet op deze wijze. Van dit type delict, dat op deze wijze wordt opgepakt, ja. Ik kan me het eigenlijk niet herinneren dat ik dat ooit ben tegengekomen in de laatste 10 jaar. Nee, dieptepunt denk ik in wat wij aan onderzoeken voorbij hebben zien komen. De politie wil tot de rechtszaak geen commentaar geven, zo laat ze ons desgevraagd weten. Na Sensation White is Badr Hari bijna dagelijks voorpagina nieuws in de Telegraaf. De krant presenteert de mishandeling als een uitgemaakte zaak. Maar de vraag is of er voldoende bewijs is. Het is een soort trap. Je begint met de eerste trap, je gaat al verkouden. Daarna maak je elke keer weer dezelfde fout. Je doet gewoon niet wat je als politie had moeten doen. En onbegrijpelijk in feite. Men heeft het gewoon in eerste instantie gewoon niet als serieus feit ingeschat. En dat er zo'n onderzoek is gekomen, dat heeft te maken met twee dingen. Dat is de naam van een van de verdachten en het feit dat de media gewoon erop gedoken zijn. De politie luistert Badr Hari vervolgens maandenlang af. In het dossier zitten honderden pagina's aan telefoongesprekken tussen hem en Estelle Cruijff. Badr vertelt niets nieuws over de mishandeling van Everink. Hij wordt een enkele keer boos terwijl hij belt. Zoals op 3 december. Estelle vertelt hem dat stylist Leko van Zadelhof een opmerking heeft gemaakt over haar uiterlijk. Leko zei dat ze maar beter naar een chirurg kan gaan dan naar een kapper. Als Badr dat hoort, zegt hij dat Leko moet oppassen met die opmerkingen, omdat hij anders op de intensive care komt te liggen. De recherche-experts verbazen zich erover dat dergelijke tapverslagen in het politiedossier zijn opgenomen, omdat ze niets zeggen over de mishandeling in de arena. Het is duidelijk dat technisch rammelt het onderzoek aan alle kanten. En ja, dan kom je dus uit dat je alleen nog maar tactisch iets kan doen. Dus dan hoop je op bekende verklaringen van de verdachte over de tap misschien, of over getuigen die over de telefoon iets gaan zeggen. Want ja, technisch kom je niet heel ver. Dat is dus onderzoek doen als een kip zonder kop. Ja.
Je bent gewoon maar bezig en je denkt nooit na van wat zou ik noem ik doen om het verhaal duidelijk op papier te krijgen. Pijnlijk. En dit komen wij in alle gerechtelijke dwalingen ook tegen. Dit soort simpele fouten waarvan je niet eens politieman moet zijn om te bedenken van dat had je moeten doen. Het lijkt wel alsof men eigenlijk geen idee heeft hoe men hier nou mee verder moest met dit onderzoek. Dus het is op een opeenstapeling van gemiste kansen. Tijdens een huiszoeking bij Badr Hari treft de politie nog doping aan. Daarbij wordt onder meer het middel Anapalon gevonden. Een middel dat berucht is omdat het agressie kan opwekken. De vondst bewijst opnieuw niets over de mishandeling van Everink, maar staat wel in het politiedossier. In dit geval lijkt het erop dat men in eerste instantie eigenlijk helemaal niets van plan was. En plotseling moest men iets doen en toen is men maar van alles tegelijk gaan doen. En ik heb je al eerder gezegd, men heeft gewoon gedacht, als we nou maar heel veel doen, zit er ongetwijfeld wel ook wel iets goeds bij. Maar dat betekent dus dat je in een dossier van 2800 pagina's krijgt, terwijl je in een vergelijkbare zaak misschien normaal 100, 200 pagina's zou hebben. Dus het nadeel van een slecht begin is dat de rest over het algemeen ook niks meer wordt. Nee. Het Openbaar Ministerie legt de verdachte Badr Hari en Ferhat I geweld ten laste met het doel om Koen Everink te doden. Het gaat dus om poging tot doodslag, met ernstige gevolgen voor het slachtoffer. Hij realiseert zich ook dat het eigenlijk veel slechter had kunnen aflopen. Hij had dit in potentie met de dood kunnen bekopen. Als je ziet wat daar gebeurd is. En ook hoe hij de box is uitgegooid en nog bijna over de reling was gevallen daar. Hij heeft forse vooruitgang gemaakt met de revalidatie. Het is wel zo dat hij binnenkort weer opnieuw zal moeten beginnen met de revalidatie. Omdat hij later dit jaar opnieuw geopereerd moet worden aan zijn linker enkel. Zoals ik het nu zie. En denk van, nou, dan wordt het toch moeilijk. Je zal hem toch, reasonable doubt, beyond reasonable doubt. Natuurlijk in Amerika de term. En dat geldt in Nederland natuurlijk eigenlijk ook. Dus ja, er moeten niet te veel open einden zijn voor de rechter. Want anders kan die ook niet tot veroordeling overgaan. Zeer grote problemen kun je daardoor krijgen. Omdat de bewijslast heel mager is. En doordat je niet alles onderzocht hebt, weet je niet of je nog meer had kunnen krijgen. Mm-hmm. Dus als je mensen meer geconfronteerd had met hun onjuistheden in hun verklaring, althans wat er waarschijnlijk onjuistheden zijn, had je misschien meer kunnen krijgen en had je dus een betere bewijslast gehad. Ik denk dat hier lering uit kan worden getrokken en ook uit moet worden getrokken. Namelijk hoe direct te handelen nadat er zich zo'n misdrijf heeft voorgedaan. U zegt hier moet lering uit worden getrokken. Ja, hier moet lering uit worden getrokken. De enige bezoeker van Sensation Y die wel heeft verklaard dat Badr Hari meerdere klappen heeft uitgedeeld, is de Belgische Saskia Martens. Ondanks het telefoontje van Peter Steenbakkers dat ze de mond moest houden. Mijn cliënt hoopt en verwacht ook wel dat de waarheid boven tafel komt in deze zaak. Uiteindelijk in het vonnis van de rechter nadat het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden en is afgerond. Waar natuurlijk veel discussie zal zijn over de aspecten die in uw programma aan de orde komen. En ook over andere zaken uit het dossier. En hij hoopt dat de verdachte eindelijk hun verantwoording nemen. Hoeveel dichter zijn we bij de waarheid over de mishandeling door Badr Hari? Is de politie met dit onderzoek eigenlijk wel verder gekomen dan de typering die auteur Abdelkader Benali van hem schetste? Als hij vocht, dan verveelde hij zich niet. Als hij niet vocht, dan verveelde hij zich. Dan verloor de wereld zijn glans. En de dofheid die hij waarnam, deed pijn aan zijn ogen. Dan ging je gekke dingen doen om die verveling te bestrijden.